Jongens, nee, Anaïs. Mijn naam is Anaïs Watterson. Ik ben heel anders dan de anderen. Ik bedoel, ik ben kleiner en ik zit bij een grotere club dan mijn broers. Ik maak ontbijt voor ze klaar meestal. Ik maak pannenkoek, ei en spek. En mijn moeder heeft een brief achtergelaten dat ze altijd vroeg naar werk moet. Ze komt niet vaak thuis de laatste tijden. Onze boekentassen staan klaar. En we moeten nu wachten op de schoolbus. Instappen! Ja, hoe gaat die wel, bro? Ja, alles goed? Ja, we zien ze. Instappen! Dat is mijn bus. Ik zit altijd bij een slechte bus. Ik ga dat ook aan het Ook al ben ik één klas hoger dan jullie, dan betekent niet dat we vaak met elkaar omgaan. Mijn naam is Anaïs. En deze aflevering van mij met deze documentaire heet De Poppen van Anaïs. Ik ga mijn klas binnen. Oké, ga maar zitten, leerlingen. Doe dat. Oké, dus we zullen even kijken welke peren we hebben. Jullie twee gaan nablijven. Oké, dus. Wie de blauwe veertje heeft, ja. Heb je het goed gedaan, dan mag je blijven. En wie het slecht heeft gedaan, moet terug naar de onderklas. Oké. De eindscore was goed. Jij hebt een goed score. Jij hebt ook een goed score. Nooit gedacht dat jij eigenlijk echt zou studeren. En je hebt ook een goed score. En Jared heeft voor straks heeft ook een goed score. Maar kan ik even met u privé spreken, Anaïs? En dan ga ik gewoon. En zoals ik altijd heb gedaan. Ik wil gewoon zeggen. Normaal gezien heb jij meestal de beste punten van de klas. En nu nog steeds, denk ik. Je hebt eigenlijk nu de slechtste punten van de klas. What the what? Waarom? Oh, kijk. Jij hebt bijna alles fout. Heb je problemen thuis of zo? Nee. Maar ik heb met de raad gesproken. En ken jij die twee, die blauwe kat en die oranje vis? Ik heb een foto. Dat zijn mijn broers. Je gaat bij dezelfde klas zitten als zij. Nee, ik wil een veel beter leven dan zij. Ik dacht dat het leuk is om samen met je broers in de klas te zitten. Nee, ik wil een veel beter leven dan zij hebben. Oké, watch your mouth, young lady. Je moet blazen over je broer. Ik ga terug in de klas. Nee, je moet... Ik kom bij jou, Benja. Anaïs, ga toch weg. Nee. Welke schoppenjak moet ik meenemen? Zij. Nee. Laat me los. Oké, vandaag hebben we een nieuwe leerling in onze klas. Oh, gelukkig. Vandaag is het zij. Anaïs? Ja, we worden studiemaatjes. Oh, ze zeggen studiemaatjes. Vind je dat niet te gek? In deze klas is het eigenlijk een soort van een spelen in deze klas. Oké, kinderen. Normaal gezien heb ik haar vorige klas nu geschiedenisles. Dus nu gaan jullie spelen een geschiedenisles van oorlog. Dus jullie spelen oorlog. Kom, jongens. Ik denk dat je een goed spel weet. Wat dacht je van... De oorlogen tussen de wereldoorlog. Nee, geen zin. Wat dacht je van vikingen spelen? Ja! Vikingen tegen piraten. Dat zou toch fijn zijn? Ja. Goed idee, Joe. We gaan nu op aanval. Ja! Anaïs, we spelen vikingen tegen, je weet wel, piraten. En het is best speciaal. En als je mee wilt, kom maar bij de vikingen. Daar heb je kanonskogels. Kom maar bij de piraten. Dan heb je een grote T-Rex. Ja, kom bij ons. Daar heb je wissebommen. Bam! Ik ga mijn handen wassen. Maar wel snel terugkomen, want jullie mogen doen wat jullie willen. Kijk naar mezelf. Ik ben zo dom. Hoe kan ik nou zo dom zijn?
Normaal hoor ik altijd bij de blauwe veertjes. En ik ben de enige van de klas die dom is. En nu moet ik bij mijn broer zitten. En straks ben ik nog de derde kind. Tegen wie sta je te praten? Tegen mezelf? Oh, oké. Engert. Anaïs, waar blijf je nou? We wachten allemaal op je. We spelen Piraten tegen Vikingen. Dat weet ik dat jullie de spelen. Maar ik denk dat ik niet deze niveau. Oh, je voelt nu een beetje de buitenbeentje. Het is niet erg. Mensen zullen je aardig vinden. Hé, we gaan zo meteen yoghurt maken. Welke kleur willen jullie? Bruin of groen? Ik sla de pudding over. Maar het is lekker. Oh, maakt niet uit. Laten we verder gaan. Rustig, ik probeer een boek te lezen en kan niet te drinken. Kan die koptelefoon aandoen? Zet erop, niks horen. Wij gaan alle blaadjes determineren. Ja, en dan gaan we ook alles functioneren. Oh. Dus ja, ik vond en ja, dus, daarom dacht ik dat we de Amerikaanse Verenigde Staten presidenten moeten doen. En ik... Wauw! Ja, ga maar door, hoor. Kijk, Anaïs... Wat? Wie? Ik? Oh, je bedoelt dat iedereen roept... Kom op, wij willen Anaïs! Wij willen Anaïs! Wij willen Anaïs! Wij willen Anaïs. Oh, stik! Oké, ja, nee! Hey, blijf van mijn bank af! Blijf van mijn bank af! Ik hoor bij die klas! Wat is dit? Hey, je bent een sticker aan iedere vrachtje te geven voor Suffy. Dus, ik dacht, misschien kunnen we elkaar plakken, hè? Ja, waar blijf je nou, Anis? We zijn de Waters familie. Alleen alle Waterses moeten dom zijn. En we doen lekker gek. Nee! Hey, hey, hey. Doe, kijk, 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 kijk. De Waterses familie is de beste. Dommerikjes zijn we. Anis! Anis! Wat is er gebeurd? Je ging knock-out. Ik weet niet, een of andere reden zijn we komen vechten. En toen ging je flauw vallen. En dan had je een of andere rare nachtmerrie. Maar kijk, de piraten hebben echt nu ruzie. Gumball. De vikings zijn opgesplitst in de dino-vikingen en de normale, gewone vikingen. En je moet ook uitkijken wat iemand gooit met boeken. Ik geloof Banaantje Joe. Dus, snap je wat ik bedoel? Het is beter dat je toch bij komt. Dus welk team zit je? Je hebt nooit besloten. Ik probeer eigenlijk het team van de heden. Wel, er is geen team van de heden. Maar ik maak er één. Zouden wij daar niet zitten? Nee! Nee, laten we verder oorlogen. Ja! Kom op. Wat zitten jullie te lachen? Wij vechten. Speeltijd! Okay. Oh, speeltijd. Speeltijd. Oké, okay, ja. Dus, dank je, Tina. Dit is de laatste speeltijd en dan mogen jullie meteen naar huis. Alles inpakken. Waarom moet ik dom zijn? Ik ga inbreken. Wist het. De boek van de resultaten. Hoe slim ben ik nu? Gumball Tobias. Helemaal onderaan zit Joe. Tina, Dorian. Ik ben de slimste van de school. Van de dommerikken. Ik voel me heel erg dom en slim tegelijk. Ik kan niet wachten. Mijn naam is Anaïs. Ik heb geleerd dat het toch best wel fijn is om dom te zijn. Anaïs, we willen even met je spreken.
We hebben met de overheid gesproken en ze zeiden dat je best slim bent. Dus je mag terug naar je officiële klas. Wat denk je daarvan? Zeg je ja? Ja. Ik zeg ja. Ja. Nu ga je echt les hebben. Dat hele auto speelt als mijn vriend. Dacht je maar. Ik denk zo saai. Daarom, ik ga Karate Kid straks kijken. Of Bloodsport. Kijk, Bloodsport. Dus, ben je blij om weer terug in je eigen klas te zitten, Anaïs Watterson? Ja, ik ga meteen naar mijn plaats. Nou, je belemmert mijn werk al sinds al ik te klein was. Door de jaren heen. Jaren 20. Hey, laten we de jaren 20 doen, hè? Die is de jaren 20 en dat betekent dat ik juist een zwart-wit tekenfilm ga even maken. Oh, die is zo geweldig. Ik ga het nu produceren. Gumball, wil je twee rondjes voor je broek hebben? Ja, papa. Ik wil het. Ik doe het. Omdat ik het alleen maar fijn vind. Dus, zullen we het doen? Ja. Laten we het doen. Dus. Zitten we nou nu in de zwart-wit take film? Yep, en het is geweldig. Want kijk, pap, kun je de film aanzetten? Natuurlijk. Ah, het was geweldig, pap. Super geweldig. Ja, laten we er meer van maken. Nou, mijn handen doen wel veel pijn. Kunnen we even een frietje bestellen of zo? Wacht, hoeveel kostte die animatie? Je weet dat het voor heel veel budget kost. Oh, maakt niet. Het is gewoon privé. Gewoon voor mijn kinderen. Ja, dat is wel cool. Dus, wil je wat lekkers gaan halen? Nou, ik denk dat ik daarmee nog wel kan leven. Het kan geen kwaad. Laten we gaan. Oké. Ik hou van die muziek. Jaren 30. Tink, 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 tink. Waar zou die zitten? Tink, tink, tink. Hey Jackie, dat kledingstuk van jou is echt de bom. Dat kun je wel zeggen, Nico. Maar weet je, ik heb mijn haar nog nooit laten doen, dus kunnen we gewoon niet wat rustig aan beginnen? Kom op, je hoeft je haar niet te laten doen. Je haar ziet er al perfect uit. Oh, nou, dank je. Ik heb er nog veel na gedaan. Maar harde pas, ik weet wat ik moet doen. Dus, waar is het open? Ober, slaaf. Kun je me niet slaaf noemen? En wat wil je hebben? Want ik denk niet dat er zoveel appartementen zijn. Twee drankjes. Weet je? Wijn. Wil je geen snel, alsjeblieft. Lezen?
Weet je, hier lees een stripboek van de klassieker Batman. Oké, hier twee drankjes. Eén voor de blauwe kat en één voor de regenbooghaar. Wauw, mijn ouders zouden dit nooit goed vinden als ik dit lees. Nou, de mijne ook niet. dan denk ik dat ik het nu moet afpakken. Hé, hey, dat was te leuk! Sorry, ik stel je geld. Haha, kratenkoneren! Hij stelt onze geld. En hij is aangereden. En dit... Snel, pak ons geld en hem geld. Mam. Wat ben je aan het doen? Weet je, lieverd? We gaan samen naar het park. Je bent 15. Wat is dit, Nicole? Ik heb een slechte man ontmoet. En toen zijn we verhuisd naar oma. Dus toen heb ik mijn kind. Dus je bent 15 en je hebt een kind opgewekt. Oh, ik ga niet vrienden worden met een hoerenmoeder. Oké, gambelletje, we gaan naar huis. Wat is hoerenmoeder? Dat is iets wat je later gaat ontdekken. Bel de abloze kleef nog hoor. Jaren 50. Hey, wist je dat Abraham Lincoln ooit iets cools had gedaan? Kijk, ik ga nu een armband voor je maken. Zelf gemaakt. Dus, wat vind je hiervan? Het is echt geweldig. Nou, ik ben de beste. Dus. Hey jongens, het is een dansfeestje. Komen jullie ook? Nou, ik heb geen tijd voor losers en zwakkelingen als jij. Je bent een freak. Wat zei je? Niks. Ik bedoel, je kunt het nog een keer zeggen. Ik bedoel, ik voel me niet aangesproken of weet zo. Weet je, ik ben... Hey. Oh, dus je moet nu vechten? Ja, ik denk dat ik wel wil vechten. Ik ben hey, een geest. Blijf van mijn vriendinnetje af, voordat ik je kapot sla. Oh, je vriendinnetje. Kom, dikke. Hey, kijk hem. Stop, laat mijn vriendje met rust. Hey, laat mijn broer met rust. Ik ben zijn grote broer. En wie aan hem aankomt, ik zweer, ik geef die een harde lap. Oh, wacht eens even. Kijk eens wie we hier hebben. Een donkere jongen. Hey, racisme. Zijn jullie racistisch? Hey, stop ermee. Dus jij bent de donkere jongen wie we ieder horen. Genoeg, ik ben Martin Luther King en ik kan zorgen dat... Nee, jij bent geen Martin. Hey, je moet respect hebben. Weet je, we zeggen het gewoon tegelijk. Nee. Dat woordje mogen we nooit meer gebruiken. Jaren 60. Mijn naam is Martin Luther King en ik probeer deze wereld een betere plek te maken voor zwarte mensen. Hey, ik heb iets geleerd. Ik ga niet gemeen doen tegen zwarte mensen en ik geef ze respect en ga nooit ze uitschelden. Ik dus ook. Dus, nou, tenslotte heb ik zwarte als mijn beste vriend. Nou, ik heb nooit erover nagedacht om aardig te doen, maar ik denk dat ik wel nu aardig wil gaan doen tegen zwarte mensen. Waarom deden mensen eigenlijk gemeen tegen zwarte mensen? Omdat we anders de ratio vanwege onze huidskleur. Weet je? Soms moet je gewoon laten zien waar we het over hebben. Oké, ik heb een vriendinnetje en ik heb een prachtig wereld gemaakt. Is het niet gewoon geweldig? People got a dream. Mensen hebben een droom. Racisme is echt slecht. Weg met racisme. Of anders ga gewoon je zelfmoord plegen. En nog vaccineer ik je zoveel ik kan. Dat was een nerd gedoe. Maar nog steeds, doe het niet jongens. Dus vanaf nu worden zwarte mensen gerespecteerd. Oh, is dat zo? We zijn weer terug. Wie zijn jullie? We zijn degene die de hebben gebruikt. Mensen, je bedoelt de N-woord? Dat mag je niet zeggen. Dat is heel gemeen. Laat Martin met rust. Weet je wat? Sorry, meneer Luther King. We gaan een team en we gaan iets opbouwen. En dan gaan hij noemt zichzelf de King. Is hij de grappen? Dat is mijn familienaam. Pak hem. Tegen hem is tegen mij. Eigenlijk, tegen hem is tegen ons allemaal. Dead man. Vermoord hem. Baf!
speciaal wat ik hoorde. Jaren 70. Racisme is weer. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, is het niet geweldig? Darwin, kijk, racisme is eigenlijk weg. Is het niet gewoon goed? Nu kan ik eindelijk gerespecteerd worden. Oh, laten we deze muziek eens luisteren. Deze tapeband. Hey Darwin, racisme is eigenlijk weg. Is het niet geweldig? Ja, dit is een perfecte dag. Oh nee, racisme is er nog steeds. Ze staan daar, de moordenaars. Die zijn blijkbaar vrij, mochten ze van de politie. Maar ik haat die mensen. Oh nee, ik haat ze ook erg. Ik wou gewoon ze weg waren. Misschien hebben ze zijn lesje wel geleerd nadat ze Martin hadden vermoord. Ja, eens gaan ze een pak slaag geven als ze dat niet doen. Alles in orde? Oh, sorry. Ik zag je niet vanwege je huidskleur. Wacht, maar... Dat is racistisch. Was dat racistisch? Ik dacht dat het iets normaals was. Hey! Nou, sorry. Je hebt een zwarte knie eens kan zien. Racisme. Ga weg toch, man. Gaan ze echt nooit zo'n lesje leren? Daarom, jullie zijn in de gevangenis geweest. Jaren 80. De hipper muziek. De jaren 80. Nou, ik ben blij dat we deze tape kunnen laten zien aan Yvesimia. En dan kunnen we deze gewoon weer doen. Er zijn zoveel geweldige films dit jaar. Ja, en deze gaan we naar Yvesimia sturen, want... Deze tape kun je echt gewoon niet missen. Hey Gumbo, waar heb je die coole jasje gevonden? Geen idee. Er stond bij de jaren 70 en jaren 60 bankje van zo. Je weet wel waar vuilplekken, je weet wel de vuilnisbelt. Ik heb het daar gewoon gepakt. Ik denk dat het van een perskopie is, maar het staat me goed. Ja, eigenlijk wel. Kom, laten we gaan. And now the show is over now.